Een man stapt met de handen in de lucht uit een Flixbus in Wetteren. Eén voor één wandelen passagiers in de richting van zwaar gewapende politie-eenheden. De politie neemt geen enkel risico. Dat betekent dat er een foeie bezig is, een foeie per persoon, een foeie van de bus, een sweeping nadien ook, die nog moet volgen. En dat is nu op het eigenste ogenblik aan de gang. De federale wegpolitie heeft de Flixbus aan de kant gezet, omdat enkele inzittenden zouden dreigen met een aanslag. En er is vanmorgen een melding binnengekomen van op een Flixbus die onderweg was van Lille naar Brussel. En die melding ging over een mogelijke aanslag. Dus we hebben het zekere voor het onzekere genomen, die melding meteen ernstig genomen. En die Flixbus hier naar de verkeerspost in Wetteren van de federale wegpolitie afgeleid. Rond 11:45 komt de buschauffeur als allerlaatste naar buiten gewandeld. De speciale eenheden pakken hun spullen en verlaten de parking. Het grootste gevaar lijkt geweken. Alle passagiers, 46 personen in totaal op de Flixbus, dus inclusief bestuurder enzovoort, zijn intussen van de bus, zijn allemaal gecontroleerd. Er zijn ook 3 personen opgepakt. Ja, de passagiers die aanwezig waren op de bus, die zijn intussen allemaal ondergebracht in het gebouw van de federale wegpolitie hier. Er wordt eten voor hen voorzien door het OCMW. Dus die hebben koffie, die hebben drinken, daar wordt zo goed mogelijk voor gezorgd. Die arrestaties, kan u daar iets over zeggen? Over de personen die gearresteerd zijn momenteel kan ik helemaal niks zeggen. Dus dat onderzoek wordt gevoerd door het parket Oost-Vlaanderen. Ontmijningsdienst Dovo en de civiele bescherming komen ter plaatse. De bus zelf wordt helemaal gesweept. Alle koffers worden gecontroleerd door een drugshond. Rond 14:00 in de namiddag komen de passagiers dan opnieuw naar buiten. Ze halen hun bagage op om een paar uur later opnieuw op de bus te stappen en hun reis eindelijk verder te zetten.